De Verenigde Naties heeft 25 juli uitgeroepen tot Oranjedag. Op deze dag wordt bewustwording gepropageerd en wordt actie ondernomen om een eind te maken aan het geweld tegen vrouwen en meisjes. Volgens Melissa Deel, medewerker van de afdeling Bureau Gender Aangelegenheden, BGA, van het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft het ministerie onlangs rapportage gedaan bij de CEDAW-commissie. CEDAW is het VN-verdrag tegen alle vormen van discriminatie tegen vrouwen. Het ministerie heeft ten aanzien van het onderwijs gerapporteerd over de knelpunten en uitdagingen die Suriname heeft op dit gebied, zegt Deel. We zien bijvoorbeeld hoge inschrijvingen van meisjes, maar niet zozeer hoge cijfers bij de afronding. We zien ook dat er nog steeds wordt gekozen voor traditionele studierichtingen die weer resulteren in traditionele banen voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen. We hebben ook knelpunten ten aanzien van ons onderwijs in het binnenland, toegang voor meisjes uit inheemse en marongebieden, ook voor meisjes met een beperking, vrouwen en meisjes met een beperking. En we hebben dus uit die uitdagingen die we hebben gerapporteerd, hebben we van de CEDAW-commissie dus ook aanbevelingen gekregen ten aanzien van het onderwijs. Op dit moment is het Bureau Gender Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken dus bezig met de vertaling van die slotopmerkingen van de CEDAW-commissie, om die dan dus ook te distribueren onder de gemeenschap. De kleur oranje is als symbool gekozen voor de strijd tegen geweld en worden wereldwijd zoveel mogelijk mensen aangespoord om op de 25e van elke maand hun omgeving oranje te kleuren, zegt Deel. Het belang van deze campagne is om aandacht te vragen voor het vraagstuk geweld tegen vrouwen. Het heeft invloeden op alle aspecten in de samenleving, op mannen, op vrouwen, op de hele samenleving, nationaal en internationaal. En de aandacht wordt gevraagd, met name van beleidsmakers, politici, om meer middelen vrij te maken om activiteiten, zeg maar, te financieren die betrekking hebben op het beëindigen of het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Dus elke 25e van de maand worden opgeroepen om activiteiten te organiseren, hun omgeving oranje te kleuren en op die manier aandacht te vragen voor dat onderwerp. Oranje, omdat dat een felle kleur is, het is ook een optimistische kleur. Dus het staat voor een toekomst vrij van geweld tegen vrouwen. Aldus is Melissa Deels, is medewerker van de afdeling Bureau Gender Aangelegenheden, BGA. Van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze sprak over Orange Day, die elke 25e van de maand wordt georganiseerd in verband met uitbanning van elke vorm van geweld tegen vrouwen.